Ik denk een van de grootste boeken uit de wereldliteratuur is het boek De Rusteloosheid van Fernando Pessoa. Het is een boek dat ik bijna altijd bij heb. Het is een boek dat bestaat uit heel veel korte fragmenten. En je kan het boek op elke pagina openslaan. En elke keer lees ik een stukje dat mij zo raakt en dat zo waar is op dat moment. Het is geschreven vanuit het personage van een hulpboekhouder in Lissabon die allerlei fragmenten verzamelt. Het boek is eigenlijk ook nooit afgeraakt. Pessoa is gestorven voor de publicatie. Dus in die zin is het ook een niet eindigende verzameling van fragmenten. Je kan het lezen als een soort autobiografie die nooit ophoudt, die niet gestopt wordt door de dood, maar die levend blijft op de een of andere manier. En het is heel moeilijk te zeggen wat het precies is, omdat het zowel proza is, zowel poëzie, zowel essayistiek, filosofie. Maar het is van zo'n ontroerende schoonheid en het is, ja, vind ik al wonderlijk dat ik jonge vrouw levend in 2017, mij echt volledig kan vinden en volledig kan gaan liggen in die woorden van die 19e eeuwse schrijver die allang dood is en die leefde in Lissabon, waar ik zelf nooit ben geweest. Boek de Rusteloosheid van Fernando Pessoa.